ben Tjok Gezelschap, dagelijks bestuurder van de deelgemeente Kralingen-Krooswijk en verantwoordelijk voor de wijkeconomie en de buitenruimte. Dit was onze oude huis van de gemeente. We hebben daar jaren gezeten. Mensen hebben daar aangifte gedaan van hun eerste geboorte van hun kind, hun eerste rijbewijs gehaald. Het had een centrale plaats in de buurt en we zijn heel blij dat die plaats weer hersteld wordt. In Kralingen-Krooswijk hebben we veel ondernemende mensen, ook studenten van de Erasmus Universiteit. Maar we hadden een groot tekort aan ruimte waar zij zich in konden ontplooien als ondernemers. En het Slaakhuis biedt daar een fantastische mogelijkheid toe. Veel vierkante meter ruimte, flexibele ruimte voor creatieve geesten om zich goed te ontplooien en de wijkeconomie nieuw leven in te blazen. Kom naar Kralingen om te ondernemen in het Slaakhuis.